Goed, technisch 2017. Ik zit hierin met Eimer Buescher. Zij woont in Oregon en hij heeft een datavisualisatie/analysebedrijf. Hij maakt databases waar honderden miljoenen databases in kunnen. En die kunnen geo- en time-locaties met elkaar verbinden. Die kunnen 100.000 transacties per seconde aan en daar ook leuke dingen over doen. En dan kun je als telecombedrijf kun je daar leuke dingen mee doen. Ik laat even een voorbeeld zien over... Een voorbeeld in Amerika voor een telecombedrijf. Hier zien Eimer, wat zie ik hier? Je ziet hier 662 bussen. We hebben een maand data gekregen van het busbedrijf in Portland, Oregon. Dat is bijgehouden op 2 tot 5 seconden interval. En de bussen zijn gekleurd naar gelang hun connectiviteitssignaal over het cellular network. Dus hoe donkerder, hoe slechter. En wat we dus kunnen zien, is we kunnen zien waar en wanneer de verbinding over het cellular netwerk slecht was. Nou, hier kijken we naar individuele bussen. Dus we kunnen ook op een object klikken en we kunnen dan zien wat op dat moment in de tijd de connectiviteit was. Ja. We kunnen ook naar gebieden kijken. Dus we kunnen zeggen van, ik visualiseer dit als een grid, als een hexagonal grid. Ik kijk naar de laatste 300 seconden en iedere seconde verander ik daarvan 60 seconden. Dus ik heb een running 300 second total waarvan we 60 seconden per seconde bewegen. Dus je kunt zien hoe over tijd de connectiviteit veranderde. Dus dit is dan met een paar bussen die dan, hè, met 600 bussen die dan op een gegeven moment laten zien hoe de connectiviteit, hoe goed de connectiviteit is, maar... Ja, wat ik me afvraag, dus je hebt bij KPN, je hebt natuurlijk ook honderdduizenden apparaatjes die weet, de telefoons, en je weet de sterktes. En dat kan dan ook gewoon gevisualiseerd worden op een leuke manier. Nou, er zijn maar weinig databases, en Eimer heeft er dus eentje gemaakt, die 100.000 transacties per seconde aankunnen om dat eraan toe te voegen. In batch kan dat trouwens nog veel meer, en daarna kun je het heel snel mooi visualiseren op alle mogelijke manieren. Is dit leuk voor jou? Hij is... Wanneer ga je terug naar Amerika? Zaterdag. Zaterdag gaat hij terug naar Amerika. Dus als je nog even iets wil, dan moet je deze week nog even reageren.